Yo, goed jullie kijken, is glutenziel van Fortnite. Ja, jullie zien het goed en jullie zien Kraken minigame. Oftewel, dat is de minigame van Squid Game. Wat is mijn idee hierachter? Wat ga ik doen? Wat heb ik nou voor petto? Nou, trouwens ten eerste, jullie zien dit. Ja, ik heb een nieuwe stoel. Maar, ten tweede, wat ben ik precies van plan van Kraak minigame, oftewel aka Squid Game, want dat is eigenlijk gewoon Squid Game. Nou, ja, hij stuurt me al een vibe, want hij maakt zelf, ja, hij streamt zelf op YouTube, terwijl, ja, ik kan wel even een heel leuk videootje doorsturen. Even dit nog even een beetje goed zetten. Want ja, ik zit zelf. Ik krijg niet meer laag, dus ja, dat is wel kloot, dus ja, jullie gaan een stukje van mijn headset denk ik niet zien. Zo, maar ik ga hem dus joinen. Wat is dus even de bedoeling? Eerder even een kleine uitleg. Want trouwens, ik doe het gewoon in het Nederlands. Want ik moet te veel denken in het Engels als ik die video's ga maken. Dus ja. Maar dit is gewoon heel simpel. Terwijl je hebt dus privé game, dus dat is wel fijn. Wat ga ik dus dan doen? Dan ga ik dus eigenlijk gewoon. Ik versus een content creator, ja. Ik dacht, hey, ik wil het eerst ook met FIFA doen, maar ja, dan moet je gelukkig dat iemand Xbox speelt. Dit en dat, en de meeste spelen PlayStation. Laat trouwens ook weten, als jij Xbox speelt, want dat zou ik ook wel graag willen, een soort klein serietje van starten. Ik versus andere content creator. Dat lijkt me gewoon best wel leuk, om te kijken, ja, wie dat nou eigenlijk gaat winnen. En ja, dat vind ik wel leuk. Zo, alleen ik moet dat wel eens fixen met de Xbox party, dat je iemand hoort. Maar ja, ik ga denk hem gewoon inviten. Dit is heel simpel. Ik ga trouwens hier, op de video, duidelijk op de gameplay, een 1 versus, oftewel, ja, een punt, een scorebordje neerzetten, een mooi scorebordje. Zodat jullie kunnen zien, ja, de punten, hoe hoog ik sta, terwijl, ja, dat is eigenlijk wel gewoon Wolf Gaming en mijn naam, zodat jullie kunnen zien wie dat voor staat. En dat is ook wel leuk. Dus ja, dat ga ik hier, daar, dat staat daar haak ook rechts. Ja, en dat is denk ik wel gewoon logisch. En het is gewoon leuk voor te zien wie dat er misschien wint. Ja. 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 Oké, what the fuck? Oh, dat is zo hard. Ik moet hem echt even uit. Ik moet hem echt even. Oké, what the fuck, spawn. Doe. En. Oké, ik zag het niet. Ja, ik moet op E klikken. Oké, ja, ik. Oké, ja, jij hebt verloren, denk ik. Oké, jij hebt een paar rondes. Ja, misschien. Een paar rondes. Oké, dit is al. Nu is de volgende game. Nee. Ik ben het. Ja, ik haal. Ja, je moet denken rechtdoor. Rechtdoor. Je kan het volgens mij zien. Nu links. Je kan het zien, maar hier kun je het niet zien. Oh, je wou rechtdoor. Nog een keer rechtdoor. Nee. Oh, ik dacht ik kan het zien.
Volgens mij, het zag er echt uit dat je kon zien, volgens mij net even. Dat was ook wat die ene die was luisteren. Toch? Ja. Ik had ook een random invite van iemand. Ik had namelijk eentje gehoord en dat was namelijk, ja, je kon dat horen. Wel, als je weet dat liedje hoorde, dan weet ik wel dat het was. Oh ja, die wat is. Oh, dat is dit. Oh, kruisje bolletje denk ik ofzo. Maar moet je met knikken? Of is het... Is het niet gewoon elke keer een rondje? Volgens mij is het elke keer rondje. Volgens mij is het elke keer rondje. Hem had gestolen. Ja, en... Oh, what the fuck? Dit is... Ja, en die ene, die met die krullen. Je weet wel. Die was eerder met... Ja, die ene, ja, die met die tattoo, met die slangtattoo of wat het ook was. Ja, ik vind het goed. Ja, ik vind die met die krullen, die mevrouw, ook wel geniaal. Je weet wel. Die met die krullen. Die was zich opofferd bij die glazen brug. Nee. Ja, ik kan het misschien ook even opzoeken. Ja.
Ja, ik ook. Kukuk. Nee joh, die kimpje. Nog wat. Dat is het icoon. Maar dat is dus die, die wil ik ook leuk vind, dat is die, wat het hem dat tegen zeiden van die, Oh, weer gaat het light kringelen. Ik denk het wel. En nu zei ik is. Ja, maar ook. Ja, weer. Wat dan? Ja, hier veranderen ze! Hier veranderen ze! Ja, echt, je hebt het bij die normale game niet. Bij normaal is het niet, daar veranderen ze niet. Maar toen zijn ze dat mensen niet achterkomen. En je moet. Ik ga gewoon deze doen. Ja, eerder moest je likken. Ik heb hem. Oh ja, ja, ik vind het wel leuk, maar het zou wel grappig zijn geweest als ze het anders hadden gedaan. Bijvoorbeeld dat je
Eigenlijk letterlijk aan, ja, aan die koekenmoes lekken of zo. Koeken lekker, koeken lekker. Koeken lekker. Ik vind ook leuk hoe dat ze gewoon echt die hele slaapzaal na hebben gemaakt. Die ene slaapzaal. Volgens mij is het gewoon het rondje. Let maar op. Blijf gewoon staan blijven. Volgens mij is het rondje. Ja. Kijk wat daar. Oké, voor mij. Maar ik snap dat deze is wel lastig om te maken, maar met die knikkers. Die is wel lastig. Laatste ronde. Nee, jammer is dat niet zit te bewegen. Ja, ik heb het al wel gezien, maar dat lijkt mij niet. What the fuck? Oké. Okay. Victory. Ja, ik heb gewonnen. Ik ga wel even naar de lobby. En dan ga ik even leven en dan ga ik de eerste video afsluiten. Ik hoop dat jullie gewoon genoten hebben van deze video. Ik in ieder geval. In ieder geval, ik vond het ook best wel leuk. In ieder geval, want ja. Ik ga het dus ook wel echt vaker doen. Ik ga denk ook echt een speciale afspeellijst aanmaken met ik versus content creator. Zo, want ja, ik heb het vaak met andere mensen. Ook met Elise denk ik. Denk ik dat ook een keer voorkomen. En meerdere. Dus ja, daarom zeg ik. Doe zeker even een blauw duimpje hoog als jullie deze serie leuker vinden. Als jullie meer van dit video's willen. En dan, ja. Dan zeg ik er ook even bij. Vergeet zeker niet te abonneren op Wolf Gaming. En al zijn YouTube kanaal, oftewel aka Dylan.
Dus ja, doe dat. Vergeet dat zeker even niet te doen. Want daar help je hem ook zeker mee voor groot te worden. En ja, daar help je hem gewoon een handje mee. En ik ga dus nu zeggen, vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn eigen kanaal hier beneden. Dus je geen video's meer hoeft te missen. En daarnaast op dat belletje klikken, want naast waar mijn nickname staat, zodat je ook al helemaal geen video's mist. Zodat je alle video's kan bekijken. En dan zeg ik dus altijd, adios. En vergeet ook niet om de Discord en andere socials van mij te checken. In de beschrijving staan alle links van alle socials. Doe dat ook zeker even. En check ook zeker even EG eSports. Want ik ga het fixen. Ik ga die hele YouTube kanaal helemaal cleaning maken. En dan nu zeg ik adios.